Zondagochtend 9 uur en ik heb een nieuw hardloopplekje ontdekt. Tijdens de avondvierdaagse liepen we hier langs. Dacht ik, oh, hier ga ik een keertje rennen. En dat moment is nu. Prachtig hier. Gewoon 5 minuten van mijn huis. Nooit geweten. Ik ben nog niet eens op de helft. Dus ik ga weer door. Dan hebben we bij Avifauna gedraaid. Gewoon een reactie op die zaak. Die uitspraak dat die vogeldieven vastzitten, daar hebben we per meelezing van gedaan. Nou, het is toch gezellig en Mirella komt er ook bij zitten. Met een grote familie. Ja, Pieter, want heel vaak gebeurt het, dan zit ik hier al in mijn eentje te eten. Ja, dat gebeurt eigenlijk bijna altijd. En nu is er gewoon bijna geen plek meer aan tafel. Wat gezellig, jongens. Ja, wij zijn. Ik ben zo moe. Het is echt belachelijk. Ik kan nu zo in slaap vallen. En als je denkt dat ik lig, dat klopt. Er staat hier een bank op de redactie en ik lig nu gewoon op de bank. Echt heel lelijk, net gegeten en ik ben gewoon kapot. Oh, netjes praten, hè? Niet zo keurig, hè, ineens? Ja. Geen reden voor de keurig. De eerste zomerstorm van 2016. 16-jarige jongen de politie nog met veel vragen. Jongen. Bedoel je mij? Ja, ik denk echt... Daar moet je wat mee gaan doen. Wat vond jij ervan, Mira? Ja, ik sta hier gewoon om te leren. Dat snap je natuurlijk wel. Hoe moet het? Zo moet het dus. Goede houding, goede intonatie, goede uitspraak. Je gelooft het ook als jij het zegt. Ja, het is echt top. Oh, zo dichtbij. En dan is de afslag afgesloten. Is alles compleet? Oh, voor mezelf? Oh, wat een mooie stem! Nou, hallo, ik ben Marleen en dit is de Hart Update. De... Prima, niks meer aan het doen. Dat is zo leuk, want dan krijg je bij je jus krijg je dan een lekker stukje fruit. Ja, ik. En jij die. Als ik nou 20 was geweest, had ik gezegd, ze is mijn bestie, mijn BFF. Maar ik ben geen 20, ik ben 45. En dit is mijn Yuki. Yuki's forever. Wij zijn al besties, BFF's. Ik heb het even uitgerekend vanmorgen. Bijna 30 jaar. Oh, en daar zie je helemaal niks. Je helemaal niks van, geen rimpel erbij. Maar ik laat nu even een foto zien hoe we er vroeger uitzagen. Geen rimpel erbij. Geen rimpel erbij. En toch een beetje geschrokken. Ja. Het was in onze goede oude Frau Gettertijd, Joek. Ja. Oh, dat waren nog eens tijden. Leuk. Maar deze foto was een paar jaar geleden. Oh. En toen zaten we dus gewoon met z'n tweeën in Spanje, lekker op het strand. Oh. En dat gaan we heel snel weer doen. Hebben we net besloten. Maar nu gaan we even shoppen, hè? Ja. Voordat we gaan aan het werk gaan. Joeken momentje. Joeken shop moment. Er is een meeting bij Hart van Nederland en Gellin kan daar niet bij zijn. Dus die wordt even ingebeld. Hey, Fiesemokkel. Kan je ons horen? Ja hoor, luister duidelijk. Midden op tafel met je benen. Midden op tafel. Pardon? Ja. Oh, dat ben ik wel gewend hoor, midden op tafel. Ja. Mooie tijden. De tijden dat ik regelmatig... Ik knip dit eruit hoor, Gel. No worries. Oké,